De crisismanager van het COVID-19 managementteam, Martelisse Eersel, zegt dat het ministerie van Onderwijs uitstekende richtlijnen heeft gemaakt voor de veiligheid op de scholen. Nagenoeg alle scholen in Suriname zijn weer geopend, behalve die in Marowijne. Eersel geeft aan dat het managementteam morgen daarover in overleg zal treden met het ministerie van Onderwijs. Om te kijken hoe de scholen in Marowijne gebruik maken van hun richtlijn ook veilig open kunnen zijn. Ik wil ook direct toevoegen dat wij deze periode van verstrakte maatregelen zullen gebruiken om samen met het bedrijfsleven, met de zorginstellingen, met het maatschappelijk veld, verenigingen, en zullen werken aan het opstellen van richtlijnen voor veilig opengaan. Deze richtlijnen die worden gecoördineerd door een speciale werkgroep. Zodra de maatregelen iets wat verslapt kunnen worden, kan de samenleving dus geleidelijk aan weer op gang komen, maar dan in een nieuw normaal. Eersel wijst erop dat we niet meer als vroeger met elkaar zullen kunnen omgaan. De samenleving zal volgens het nieuwe normaal moeten leven, totdat er een vaccin gevonden is. Het managementteam zal in de komende periode richtlijnen maken voor alle organisaties. Alle bedrijven, kerken en ik wil bij deze ook iedereen oproepen die al gedachten heeft hierover, contact te maken met het ministerie van Volksgezondheid. Aan mij is doorgegeven dat er in totaal sinds we PCR's doen in Suriname voor coronavirus, dat er 6.706 zijn gedaan, waarvan 4.424 in Centraal Lab en 2.282 in het AZP. Dat is denk ik zijn de getallen die u wilde weten. Dat was de infectioloog Steffen Vreden gisteren op de COVID-19 persconferentie. Intussen heeft de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in een bekendmaking aangegeven dat het hoofdkantoor op 29 en 30 juli gesloten zal zijn vanwege een positieve test van een medewerker.